Dit is Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Fijn dat je luistert naar Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Rut van Mierlo en ik ga het hebben over een prachtig onderwerp waar jij blij van wordt. En dat kunnen we wel gebruiken in een tijd waar er zoveel gebeurt in de wereld en misschien ook wel in jouw eigen leven. En het onderwerp is Ontdek de kracht van blijdschap. Ontdek de kracht van blijdschap. En dat is de titel van mijn boek dat ik net geschreven heb. Het is zo bijzonder, vind ik, dat we Gods blijdschap kunnen ontdekken. Het ontdekken van Gods blijdschap over jou. En dat we kunnen leren leven vanuit Zijn blijdschap. En dan merken we ook dat Zijn blijdschap daadwerkelijk onze kracht wordt. De kracht waarvanuit wij kunnen leven. En vandaag gaan we het hebben over. Jouw leven vol vreugde in deze podcastserie over blijdschap. Jouw leven vol vreugde? Zou je meer van Gods blijdschap willen ervaren in je dagelijks leven? Hoe zou het zijn als je meer van Gods vreugde zou hebben in je werk, naar je collega's toe, in je gezin, naar je vrienden? Wat zou dat betekenen voor jouzelf, maar ook voor de mensen om je heen? Hoe zou jij Gods vreugde kunnen doorgeven, zodat je echt. Aanstekelijk blij bent. Nou, daar gaan we het dus over hebben de komende vijf keer, vijf podcasts over God blijdschap. En ik vind het heel bijzonder, want ik kom van heel erg ver. Ik vind het gewoon een wonder dat ik dit boek mocht schrijven over blijdschap. En God zei tegen mij heel helder, twee jaar geleden, Rut, schrijf nu je boek over blijdschap. En hij heeft mij leren leven, leren leven vanuit zijn vreugde. Ben ik er dan? Nee, ik ben nog echt niet gearriveerd. Ik ben onderweg, net zoals jij. En ik neem je graag mee in hetgene wat ik aan het leren ben: het avontuur van het leren leven in Gods blijdschap. Ja, en dat vind ik zo mooi. Het is Gods blijdschap. Dat is al een eerste eye-opener voor vandaag. Het is niet onze blijdschap, maar het is Gods blijdschap. Waaruit we leren leven en die ons kracht geeft. Ik sprak afgelopen zondag met een vrouw en die zei: Ik ervoer altijd een bepaalde leegte. En ik dacht: Als ik nu maar zwanger word en een kind krijg, dan ervaar ik echte vervulling. Nou, dat kind kwam, maar dan na dat eerste geweldige jaar waar ze zo blij was met haar kindje, ervoer ze opnieuw een bepaalde leegte. En toen dacht ze. Als we nou nog een kindje zouden krijgen, dan is ons gezin compleet en dan is het goed. Maar weet je ook daarna, bleef die zeurende leegte. En misschien herken je dat wel. Niet misschien met een kind, maar met iets anders, bijvoorbeeld in je carrière. Ik had dat met mijn banen. En ik dacht, als ik nou eenmaal een goede studie heb gedaan en een mooie baan heb, dan ervaar ik vervulling en rust. Ik deed super mijn best en ik had na mijn studie commerciële economie mooie banen in Frankrijk, in Nederland bij mooie bedrijven. Het stond allemaal prachtig op mijn cv, al die marketingfuncties. Maar elke keer weer dacht ik: is dit het nu? Is dit nu het doel van mijn leven? Heeft God niet een hoger plan voor mij? Misschien herken je dit op het gebied van carrière, je gezin, opleiding, je eigen bedrijf en zelfs in je bediening de dingen die je voor God doet in je kerk of als vrijwilliger. En ik wil je meenemen naar zo'n prachtige tekst in Jesaja 55. Daar staat Jesaja 55 vers 1. O alle dorstigen, kom tot de wateren en jullie die geen geld hebben, kom koop en eet. Ja, kom koop zonder geld, zonder prijs wijn en melk. Waarom weeg je geld af voor wat geen brood is en je arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat je ziel vreugde scheppen in de overvloed. Laat je ziel vreugde scheppen in de overvloed. Vreugde scheppen. En dan zie ik zo'n put voor me. Misschien zie jij dat op dit moment ook zo'n ouderwetse met zo'n emmertje en dat emmertje is leeg, maar dan gaat het naar beneden en dan schept dat water totdat het emmertje helemaal vol is en het weer uitgedeeld kan worden. Nou, dat zie ik dan voor me met als God zegt: kom naar mij en laat je ziel vreugde scheppen in overvloed. En het is zo goed nieuws. Bij God kunnen we dus ja vreugde scheppen. Bij God kunnen wij drinken? Hij zegt: Als je bij mij komt en drinkt, en drinkt, en stromen, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. In deze podcastserie Ontdek de kracht van blijdschap, kijken we met elkaar hoe jij meer blijdschap kan hebben in je dagelijks leven. En ik vind dat zo bijzonder. God is zo goed en hij wil jou vreugde geven. En we laten het Jezaja 55 en er staat, luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat je ziel vreugde scheppen in de overvloed. Hoe kan God jou nou vreugde geven? Ik denk allereerst omdat Hij vreugde is. God is vreugde. Kun je dat voorstellen, dat God blijdschap is en blij over jou is? En dan moet ik denken aan het geboorteverhaal, de aankondiging dat Jezus geboren zou worden. Er kwamen de engelen naar de herders. En Lucas 2 lezen we dat en dan zegt de engel tegen de herders: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen." Goed nieuws, grote vreugde. In het Engels staat zo mooi: "I bring you good tidings of great joy." Which shall be to all the people good tidings of great joy. En dan denk ik aan het kerstlied van... Joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Blijdschap, blijdschap voor de wereld. Want de Heere, de Heere is gekomen. Gods boodschap is goed nieuws. Het is de blije, de blije boodschap. Jezus was dan ook blijer dan alle mensen... In Hebreeën 1, vers 9 lees je dat uh, God heeft u gezalfd, staat er, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Dus Jezus was gezalfd met vreugdeolie. Vreugdeolie, dat staat voor de Heilige Geest. En hij was het meer dan ieder ook. Meer dan, dan zijn metgezellen, staat er. Meer dan zijn tijdgenoten. En ik heb me vaak afgevraagd, maar hoe kan dat nou? Hoe kan Jezus nou zo blij geweest zijn? Terwijl Hij zo enorm voor ons heeft geleden. Het is zo onvoorstelbaar wat Hij voor ons gedaan heeft. Hij was een man van smarten. Hij was met onze zonden belast. En dan staat er in Hebreeën 12, vers 2: Hij heeft om de vreugde. We hebben het weer, de vreugde. De vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij had al vreugde toen hij aan jou en aan mij dacht, dat hij ons ging vrijkopen. En omdat hij die vreugde zag, kon hij dat vreselijke kruis aan. En nu zegt Jezus dat hij jou en mij zijn blijdschap wil geven. Hij wil zijn blijdschap aan jou en aan mij geven. Bijvoorbeeld in Johannes 15, vers 11 staat er, Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat mijn blijdschap in je zal blijven en jouw blijdschap volkomen zal worden. Ik heb dit tot je gesproken, opdat mijn blijdschap in je zal zijn en jullie blijdschap vol, vol zou zijn. Dat woord volkomen of vol is het woord plero in het Grieks. Zeg maar eens met mij, plero. Dat is een Grieks woord. En dat betekent zoiets als tot boven toe vullen. Zodanig dat aan de volle maat niets ontbreekt. Helemaal tot aan de rand toe vullen. En misschien heb jij dat vroeger wel gedaan. Of misschien doe je het nog steeds wel. Als je dan ging eten met je familie. Dat je dan het glas van je vader of je moeder of van je broertje of je zusje zo vol schonk. Dat het uh, eigenlijk bijna overstroomde. En dan... Als je gezinslid dan dat glas moest pakken, dan ging het er bijna overheen. Nou kijk, zo vol, zo vol wil God ons vullen met zijn blijdschap. En als er dan tegen zo'n glas aan werd gestoten, dan stroomde het over. Dus wat gebeurt er als mensen tegen jou aanstoten? Wat komt er dan uit? Komt er dan blijdschap uit? Of komen er andere dingen uit? Nou weet je, ik ben onderweg en ik ben heel vaak nog niet zover dat de blijdschap uitkomt als alles moeilijk is. Maar ik geloof wel dat God ons zo wil vullen met zijn goedheid, met zijn liefde, met zijn blijdschap. Dat wanneer je in lastige omstandigheden bent, dat je toch steeds weer kunt putten vanuit zijn vreugde. En die Bijbelse blijdschap is, is niet een oppervlakkig iets, een kortstondige emotie ofzo. Het is geen hype, het is niet iets goedkoops. Maar Jezus ging aan dat kruis. En dan werd het, wordt het drie uur lang helemaal donker. De hele aarde werd donker, staat er. En dan roept Jezus, Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? God had Jezus op dat moment afgewezen, omdat Jezus tot zonde werd gemaakt met onze zonde. En op dat moment scheurt het voorhangsel in de tempel in tweeën van boven naar beneden. En eigenlijk is dat een teken dat God zegt: "Je mag nu naar mij toe komen." Maar vroeger alleen maar de hoge priester één keer per jaar in dat heilige der heiligen mocht komen. Mogen wij nu naar de Vader komen. En is de Vader zo blij met ons en geeft Jezus ons zijn blijdschap. Dus die blijdschap die God ons geeft is niet goedkoop. Het is geen luchtig opgeklopt gevoel of zo. Maar het is het kostbaarste wat er bestaat. Het heeft zijn anker in het lijden van Jezus. En dat, dat is de omwisseling aan het kruis. Jezaja 61: Hoofdsiraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Daar is Jezus voor gestorven. Dat heeft hij voor jou, voor mij, vrijgekocht. Om ons leven te geven. En leven in overvloed. En dan net voordat Jezus gaat sterven, bidt hij tot de Vader, Johannes 17, vers 13, ik kom naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Daar heb je het weer, ten volle. Weer dat woord plero, ten volle. Ik wil zo graag, zegt hij tot zijn vader, ik wil zo graag dat de mensen waarvoor ik sterf, ten volle. Mijn blijdschap in zichzelf hebben. En ik wil afsluiten met dit. En misschien als je wilt, kun je me nazeggen. Spreek het maar eens uit over jezelf. Jezus wil dat ik ten volle Zijn blijdschap in mijzelf heb. Jezus wil dat ik ten volle Zijn blijdschap in mijzelf heb. Zijn blijdschap is voor mij. Ik ben Zijn kind. Ik ben zijn erfgenaam. Zijn geest woont in mij. Zijn blijdschap is over mij. Dank u Heer voor uw blijdschap. Voor mij. Dank u, dank u Heer. U bent zo goed. Dit was de podcast van Ontdek de Kracht van Blijdschap van Rut van Meerlauw.